Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte. Nou ja, vlog, het is een mededeling. Morgen dan is er weer een première. De première van de Efteling. Afgelopen vrijdag zijn we naar de Efteling geweest. En daar hebben we natuurlijk weer een vlogje opgenomen met Joost, Ramon en Kevin en ik natuurlijk. En die kunnen jullie morgen kijken om 8 uur morgen. De première van de Efteling vlog nummer. Zoveel. Ik heb al zoveel Efteling vlogs opgenomen. Hij staat momenteel te renderen. Hij is bijna klaar. En dan kunnen jullie morgen dus kijken naar de première. Weer een Efteling vlogje weer. Het hebben een hele tijd geduurd voordat er weer een vlog tussen zat. Nu was het volgens mij weer wat korter. Want we zijn natuurlijk. We gaan nu weer wat regulierder naar de Efteling toe. Zomervakantie is bijna voorbij. En dan. Kunnen we weer wat vaker naar de Efteling gaan. Is niet zo druk. En dan is het misschien wel. Dat is altijd wel leuk altijd om naar de Efteling te gaan. Maar als het druk is, dan is het gewoon. Dat is gewoon helemaal niks. Dus. Morgen dus de première van de Efteling vlog. Mijn stem staat een beetje stil. Ik ben echt 2 dagen achter elkaar op pad geweest. Ik heb bijna geen stem meer over. Want daarna zijn wij nog naar. De andere dag ben ik nog met Ramon naar een kermis geweest. Maar daar ga ik te ver vooruit lopen. Dat gaan jullie vanzelf wel zien. In ieder geval. De première dus en over 2 dagen of 2 dagen daarna weer een première. En dan een kermisvlog weer, een kermisvlog. We hebben even een tijdje geleden al een kermis gedaan hebben. We gingen al wat de warmte en daarom zat er eventjes een hele tijd tussen. En we hebben even een tijdje geen kermissen gedaan, maar we zijn weer helemaal terug met de kermissen. We gaan er nog een heleboel doen het aankomende jaar, want voorlopig gaan de kermissen nog door en komen er nog een paar hele leuke kermissen aan. Den Bosch die moet ook nog komen en die gaan we ook nog doen natuurlijk. En natuurlijk, even kijken, Breda hebben we nog niet gehad dit jaar, dus in ieder geval reden genoeg om te blijven kijken op mijn kanaal. Zover eventjes deze hele korte vlog eventjes. Maar ik wou jullie eventjes mededelen. Dus morgen première 8 uur van de Efteling vlog. En ik, het is weer lachen, gieren, brullen. Het is weer ouderwets gezellig. Dus blijf kijken. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. En dat is dus morgen de Efteling. Bye bye. Hoi.